Wil jij er deze week ook een ontzettend productieve week van maken? Begin dan voordat je week start met het bepalen wat je deze week wilt bereiken. Zet jouw doelstelling. Daaruit volgen dan de acties die jij gaat nemen om jouw doel van deze week te bereiken. Dat is het eerste blok in je agenda. Het tweede blok in je agenda bestaat uit de afspraken die je nu al vast hebt staan. Bekijk goed of die afspraken jou helpen om je doel van deze week te bereiken, dan wel om een langetermijndoelstelling te bereiken. En tot slot, je derde blok in je agenda, hou je vrij voor onvoorziene omstandigheden. Als ik nu gebeld word door een klant die met mij vrijdag een coachingafspraak wil maken, wil ik ruimte in mijn agenda houden om te zorgen dat ik die klant ook daadwerkelijk vrijdag kan helpen. Dus plan van tevoren en zorg dat je met deze drie blokken gaat werken, zodat je nog productiever kunt zijn. Worstel je daarmee met productiviteit en meer doen in minder tijd? Wil je ook meer genieten van het leven? Dan heb ik iets ontzettend gaafs. Op 9 april start ik met de training Win Tijd en Geniet Meer. En dat is waanzinnig, want je investeert 10 minuten per dag en het levert je zeker 1 tot 1,5 uur extra op om lekker te gaan genieten. Schrijf je nu in en je krijgt hele mooie tips voor time management, energie management en een model om blijvend de balans in jouw leven te herstellen.